Nou, Annemieke Wissink, ze zat sinds 2015 in de Provinciale Staten van Overijssel. Zit er overigens nog steeds in, maar per 31 januari stopt ze. De voorzitter van de PvdA. Hengelo's gaat namelijk aan de slag bij Natuurmonumenten. Ze is bij ons. Annemieke, welkom. Is dit een felicitatie waard, zo'n overstap? Of hoe kijk je ernaar eigenlijk? Nou ja, een nieuwe baan misschien wel. Ja. Ja, daar hoort ook vertrek bij. En ja, dat is dan weer een beetje jammer. Dus ja, het is een beetje dubbel. Waarom stop je ermee? Want het was een verhaal met dubbele petten. Ja. Maar goed, je hebt daarnaast ook een druk gezin. Wat is precies de reden geweest? Nou ja, ik was op zoek naar een nieuwe baan naast mijn statenlidmaatschap. En toen kwam ik een ontzettend leuke vacature tegen, maar helaas niet combineerbaar. Ja, ik heb er wel op gereageerd, want ik was er meteen heel enthousiast over. En ja, dat klikte goed. Dus ja, er toch maar voor gekozen om ervoor te gaan. Wat wel betekent dat ik mijn zetel op moet geven, omdat ik ja, in die hoedanigheid namens Natuurmonumenten ook bij de provincie zal komen. En als ik dan ook statenlid ben, ja, dat gaat niet samen. Dat moet je niet willen. Nee, dan ga je aan de ene kant een lobby voeren misschien wel, terwijl je aan de andere kant een stem moet zijn om daar iets mee te doen. Ja, ik zou dan mezelf wellicht moeten gaan belobbyen. Dat is al een beetje ingewikkeld, maar je zit dan ook allemaal bij overleggen. En ja, wat je daar hoort, dat hoor je, dat neem je mee. Dat kun je niet onhoren, zeg maar. Dat kun je niet vergeten op verzoek. Ja. Terwijl daar ook wel dingen worden gewisseld ja, die je als statenlid misschien op dat moment nog niet hoort te weten. Ja. Dus ja, dan zou het wel wat ingewikkeld worden. En als dat dubbele pettenverhaal, als dat niet had gespeeld, was het dan anders geweest? Want je hebt ook wel eens gezegd van ja, ik wil eigenlijk naast die politieke baan vooral voor mijn gezin zorgen, want anders wordt het te veel. Nou ja, dat had ik in het begin wel, maar ja, de kleine kinderen worden groot. Ja, ja. En inmiddels redden die zichzelf redelijk. Ja, als dat niet had gespeeld, wellicht was het dan anders geweest. Dan was het wel uitdagend geweest in de tijd, want het is voor 4 dagen. Dus ja, eerlijk gezegd weet ik niet wat ik dan had gedaan. Maar dan had het wel anders gelegen. Hij is ook hypothetisch, is ook niet zo relevant misschien. Maar misschien ik heb er niet over nagedacht. Voordat we er overheen stappen, hè, Natuurmonumenten. Wat is dat voor organisatie? Natuurmonumenten is een vereniging met leden. Alle Nederlanders kunnen, ik geloof buitenlanders ook, dat weet ik eigenlijk niet eens, lid worden van Natuurmonumenten. En zij beheren natuurgebieden die ze zelf in eigendom hebben. Ja, maar dus wel echt, die komt op voor de belangen van de natuur in de breedste zin van het woord ook, toch? Ja, natuurlijk primair voor de eigen gebieden. Van wat is daarvoor nodig om daar goede natuurkwaliteit, maar ook goede beleefbaarheid te hebben. Ook hoe betrek je mensen bij natuur? Hoe geef je de liefde voor natuur door aan mensen die in de omgeving van die gebieden wonen? Maar ja, ook opkomen voor de belangen van natuur in de brede zin, dat klopt. Nou ja, is jou niet vreemd, hè? Want mensen zullen denken van ja, kan dat dan zomaar? Maar die groene, je bent groener dan groen als je kijkt naar je achtergrond bijna. Ja, ik ben nog ooit begonnen als student bos- en natuurbeheer. Dus ik ben eigenlijk een beetje terug bij mijn eerste liefde. En dat is de groene natuurhoek. Ja, maar is dat dan ook geen probleem om in zo'n vakgebied weer terug te komen? Want je bent een tijdje uit geweest, volgens mij. Ja, nou ja, in de staten, provinciale staten, gaat het veel over natuur. Ja, want natuur precies. Is een van de kerntaken van de provincie. Dus ik weet redelijk goed wat er in de provincie speelt op dat gebied. Ja. Dus ik denk dat dat wel mee zal vallen. Overigens, toen je die studie had gedaan, bos- en natuurbeheer, toen kwam je in de eerste instantie ergens in de Europese besluitvorming terecht, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen in het Europees Parlement. Ja, op het gebied van natuur- en landbouwbeleid. En ja, ben daar later ook weer aan de slag gegaan. Ja, maar ik vond dat wel een geinig verhaaltje aan vastzitten, dat jouw portefeuille ging dan over groen. Daar ook. Maar je leven ging daar helemaal niet over. En dat op een gegeven moment ook een soort van splijtswam is geworden waar je niet meer mee kon verenigen. Nou ja, ik woonde daar midden in Brussel. In een soort appartementencomplex. Zonder tuin. Ook met geen park in de buurt. Zodra ik naar buiten stapte, kwamen alle prikkels van de stad keihard op me af. En dat was wel een van de redenen om daar uiteindelijk weg te gaan. Dat toch niet was waar ik me heel prettig voelde. Ja. Maar het is wel heel leuk om daar een tijd rond te hebben gelopen. Ja, leerzaam lijkt mij ook, ja. Ja, zeker. Maar en natuur, wat voor een plek heeft dat dan? Want ik bedoel, als dat in je studie zit, want je komt hier niet vandaan. Dat hoor ik een beetje aan je tongval, zeg maar. Ja. In je leven speelt dat een rode draad. Wat voor een plek heeft dat voor jou? Nou ja, ik heb het van mijn moeder meegekregen. Mijn moeder was biologielerares. En die nam mij als kind altijd mee de natuurgebieden in. En dan vertellen over de plantjes en diertjes die daar leven. En als kind liep ik met netjes achter libelles aan. En kikkers te vangen in de sloot. En die liefde is eigenlijk nooit weggegaan. De natuur is er altijd in blijven zitten. Ja, zeker. Ja, tegelijkertijd 8 jaar lang, hè, wat is mooi, een nieuwe stap, andere baan. Misschien wel letterlijk weer terug de natuur in. Want ook vanuit de Provinciale Staten, ja, dat blijft toch maar een houten zaal. Of hoe zou ik dat zeggen, zeg maar. Ja, dat is ook natuur trouwens, maar goed. Ja, je komt daar wel wat meer in natuurgebieden dan in Brussel. Ja, dat geloof ik wel. Je zit er wat dichter bovenop. Maar ik ga er wel vanuit dat ik wat meer naar buiten mag. Ja. En hoe kijk je dan terug op die 8 jaar in de provinciale politiek? Zeg maar wat, dat is een grote vraag hoor. Maar is dat iets wat je gaat missen? Ja, ik ga dat zeker missen. En als je politiek actief bent, dat is niet een baan of zo. Dat is iets wat je... 24 uur per dag ben je dat. Als je naar het nieuws kijkt, dan kijk je ernaar van, moet ik er wat mee? Als je met mensen spreekt, dan is het altijd aan je achterhoofd van, kan ik er wat mee? Kan ik het verbeteren? Er zijn ook mensen die dit heel eng vinden, hè, wat je nu vertelt. Als in zo van, ik moet er niet aan denken. Als ik thuis kom en ik ga op die bank zitten, ik zet Netflix aan of ik veel wat. En ik ben er klaar mee, zeg maar, even voor het werk. Maar dat was nooit het geval. Nee, dat... Af en toe in de vakantie wil het even lukken om het helemaal los te laten. Maar voor de rest ben je het vanaf het moment dat je wakker wordt tot je ogen weer dicht doet. Ja. En ik vind dat heel leuk. Dat zal niet iedereen even leuk vinden. Maar dat is het is iets wat eigenlijk altijd een beetje meespeelt. En natuurlijk ga ik daarvan af moeten kicken. Ja. Ja. Is dat bij Natuurmonumenten anders, denk je? Of ga je dan toch ook weer een... positie zoeken waarin je, bloed gaat waar niet kruipen kan? Of hoe ging dat spreekwoord ook weer? Nou ja, ik denk dat ik ben iemand die eigenlijk altijd wel aanstaat. Dus ik denk niet dat dat heel anders wordt. Maar ik denk dat het wel iets meer zal zijn dat op het moment dat ik de deur achter me dicht gooi en naar huis ga, dat ik iets meer ook vrije tijd zal hebben. Ja, maar als er ontwenningsverschijnselen optreden, moeten we nog even in de gaten houden, zeg maar. Ja, ik heb mezelf een jaar gegeven om er het totaal van af te kicken. Want politiek is wel een verslaving. Ja, dat is het? Ja, dat is het zeker. Maar goed, het is zeker niet dat je denkt van... nou ja, ik ben ook wel blij dat ik die deur achter me dicht kan doen. Ook een beetje met pijn in het hart. Ik ga met pijn in het hart weg. Het had van mij ook in die zin nog niet gehoeven. Het is wel zo dat wij in de partij de regel hebben 3 periodes en dan houdt het op. Ik zat in mijn 3e periode. Dus het einde zat er wel aan te komen. Maar je moet eigenlijk gaan als het nog pijn doet. Hè? En wat dat betreft is het precies. Een prima moment. Daar zit je ook op een hoogtepunt of in ieder geval nog op een goed punt in plaats van dat je afscheid neemt met een gevoel van nou ja. Ja, als je wegloopt met nou dat had eigenlijk een half jaar eerder gemoeten of dat iedereen om je heen dat denkt, dat moment wou ik heel graag voor zijn. Ja. En als je dan die 8 jaar die revue laat passeren, hè? Ik neem aan dat je ook... ik weet niet hoe je daaraan begon. Je had natuurlijk wel wat ervaring in Brussel. Maar het politieke systeem, om dat te leren kennen... Ik weet niet of dat in de provincie heel anders is... maar ik kan me voorstellen dat er best wel een ontwikkeling is geweest in die 8 jaren. Ja, zeker. Ik heb wel daartussen eigenlijk nog in de gemeenteraad gezeten in een periode. Dus hoe het politieke spel werkte, daar was ik me wel wat bewust van toen ik de Provinciale Staten inging. Dat is vergelijkbaar? Qua instrumenten en zo zeker. Ja. Natuurlijk heb je cultuurverschil en verschillende onderwerpen. Maar de techniek is redelijk hetzelfde. Maar natuurlijk, je komt binnen als een groentje. Als je de eerste keer achter die microfoon staat, dan sta je te trillen met je papiertje. En dan vind je dat reuze spannend. En dan komt er nog iemand aan van de media en dan ook nog met een camera. En dan sta je daar. Dat is spannend. Dat is voor iedereen spannend. Hoe verhoudt zich daarin dan de lokale politiek in Hengelo tegenover de provinciale politiek? Zeg maar, is dat, want ik denk dat veel mensen de gemeentelijke politiek nou letterlijk dichterbij staan, maar de provinciale politiek ook een beetje zo van, wat gebeurt daar dan eigenlijk? En hoe was dat? Ja, dat is wel anders. Ik zat er overigens in de gemeenteraad van Hof van Twente. Sorry. Daar woonde ik toen nog. Maar het is veel dichter. De gemeenteraad is dichter bij mensen. Dus je spreekt meer met gewone mensen. Maar dat is geloof ik ook al een beladen term aan het worden. En in de provinciale politiek meer met vertegenwoordigers van groepen, van organisaties. Je hebt wel, als je het over de media hebt bijvoorbeeld, dan heb je in de provincie doorgaans meer contact met de media dan in de gemeenteraad van Hof van Twente. Ja. Dus je staat wat vaker voor het blok, om het zo maar te zeggen. Van nou moet ik iets zinnigs. Het is wat. Dat is in de gemeente ook wel. Als je in de gemeenteraad iets heel doms zegt, dan staat dat dan weet de volgende dag ook iedereen dat. En dan word je ook nog op aangesproken. Ja. En dat is ook maar goed. Dat is in de provincie. Iets minder. Maar heel groot verschil denk ik niet. Het is wel een bijzondere tijd hè, voor de provinciale politiek. Als in ze zijn denk ik relevanter dan ooit. Dat is een beetje een van de koude grond hoor. Maar er speelt natuurlijk best wel veel. Want de provincie gaat vooral over de indeling van de ruimte. Ja. Waar staan de woningen? Waar komen de landbouwgronden? En waar komt de natuur bijvoorbeeld? Even om nou 3 grote pijlers te noemen. Ja. Dat is natuurlijk het gesprek van de dag op dit moment. Is het niet een verkeerd moment om dan het spul te verlaten nu? Of was het spannend denk ik ook wel? Ja, daar komen spannende tijden aan. Maar dat was ook een aantal jaren niet heel anders. Het is, natuurlijk heb je uitdagingen met bijvoorbeeld stikstof. Maar ook daar kunnen we als provincie wel wat doen. Maar weinig als het Rijk niet beweegt. Mm. Dus dat is allemaal toch wel verweven. Maar ja, het was spannend toen ik kwam. Het is nu nog spannend. Maar ja, ik blijf er ook zo dicht bovenop zitten in mijn nieuwe rol. Daar blijf ik nog wel even bij dat, bij die spanning. Ja, zeker inderdaad. Maar dan echt aan de kant van de natuur in die zin. Ja, wel ja met een andere pet op. Ja. Overigens, in de provincie, hè, dan heb je nu best wel een brede coalitie. De BBB kon bijna niet anders. Gigantische partij. Hè. Iedereen weet misschien nog die schokgolf die ook door het provinciehuis ging, maar door Overijssel dat enorm veel zetels gepakt. Jullie zijn bij die coalitie ingegaan. GroenLinks natuurlijk, PvdA, GroenLinks. Misschien kan het ook niet anders, maar samen. Wat was het? SGP, VVD? Ja, klopt. Is dat een combinatie die goed te doen is? Zo'n coalitie? Nou ja, wat ik er heel mooi aan vind, is dat het eigenlijk recht doet aan de opdracht ook die we onszelf gegeven hebben. Dat eigenlijk iedereen zei tegen de informateur, wat wij zien is tweedeling, polarisatie in de maatschappij. En dat vinden we het grootste probleem. En toen heeft die informateur eigenlijk tegen ons gezegd, als je daadwerkelijk daar wat aan wil doen, dan moet je zorgen dat eigenlijk al die belangen ook bij jullie aan tafel zitten. En dat die er samen uitkomen in Overijssel. Want alleen dan, wij hebben nu een coalitie waarin we denk ik een heel groot gedeelte van de Overijsselse inwoners kunnen aanspreken en kunnen vertegenwoordigen. En al die belangen zitten in onze coalitie. Dus die spanningen die je in de maatschappij zitten bij ons erin. Ja. En dat maakt het ingewikkeld. Wat kom je dan wel ergens aan die tafel waar dat overleg plaatsvindt? Zeg maar. Dat is af en toe best wel ingewikkeld. Dat is echt wel een puzzel. Maar als je er dan komt, dan heb je ook een oplossing waar veel mensen zich in kunnen herkennen en kunnen vinden, hopen we dan. Dat is de opdracht die we voor onszelf zien. Dus ik vind veel mensen die zich niet kunnen vinden. Ja, ik wil niet negatief maken, maar dat is natuurlijk ook een kanttekening dat je mogelijk je eigen graf graaft. Dat mensen denken, de PvdA heeft nu zoveel water bij de wijn gedaan. Of BBB heeft dat gedaan bijvoorbeeld, om maar 2 uitersten te noemen. Nou, wij hebben een coalitieakkoord gesloten waarin voor ons belangrijke punten staan. Tuurlijk hebben we daarnaar gekeken, is dit voldoende voor ons om mee te doen? Kunnen we daar ook mee de straat om zeggen, hierom hebben wij meegedaan? Mm-hmm. Wij hebben geoordeeld en ook onze leden. Want we zijn de enige partij die naar de leden moeten om te vragen of we hiermee deel mogen nemen. Die hebben daarmee ingestemd. Dus ik ben daar niet zo bang voor ons. Ja, en hoe andere partijen dat doen, dat is aan hun. Ja. Wie gaat jou eigenlijk opvolgen? Ik ben al geen fractievoorzitter meer. Dat is Peter Hermans. En Stine Smelis, die neemt mijn zetel in. Ja, Stine Smelis, dat is een mooie naam. Ja, goede naam. Ja, zeker. Ja. En voor jou, blijf je nog naast Natuurmonumenten nog politiek actief, Annemieke? Nou ja, ik ben ook secretaris van de afdeling Hengelo. Dus dat is niet een mega politieke functie. Dat is meer een verenigingsfunctie. Maar ik, ja, Ik ben al jaren actief in de Partij van de Arbeid en dat zal niet anders worden. Nee, dat blijft wel even zo. Ja. En ondertussen nog het afkicken natuurlijk. Na de 31ste januari, als je dan echt je zetel aan de wil gehangt, als dat al kan. Annemieke Wissink, dankjewel voor je komst. En voor de uitleg over wat er zo speelt. En succes bij Natuurmonumenten. Dankjewel.